Kijk, oeh, gasplaneet, altijd handig. Ik ga op de groene planeet met zijn strand gebeuren. Ja, ik ga... Denk op de planeet die je weg kan schieten, lijkt me wel mooi. Eh. Oh, nee, wacht, dan kan je niet spannen. Word je weggeschoten, shit. Oh, je kan gewoon overal spannen waar je maar wil, volgens mij. Ja. Oh, nou, dan ga ik wel op die planeet. Lijkt me wel grappig. Why on our start? Ja, hij staat. Oh, there we go. Ja. Heyo! Oh, de epische muziek. De controls! Oh ja, op die fiets. Zo. Nee, wacht. Drie van ons zitten op één planeet. En nee, wacht, wel vier van ons, want één ervan ben ik. Oh, die zitten allemaal bij jou. Ja. Jij bent niet eentje. Mooi zo. Beter zit hier ook een enemy. Ik ben mijn commander kwijt. Handig. Huppakee, dit ding maken. Jullie gaan voor elektriciteit zorgen. Nee, die dikzak niet. Dikzak, blijf daar. Dikzak! Goed zo. Oh. Ik word al aangevallen, joh. Oh, snel. Nee, dat was verkenner. Maar toch. Oh, oké, daar zit een enemy. Ook leuk. Ik stuur een vliegtuig naartoe en die poef weg. Spechvliegtuig weg. Welke planeet zit jij? Op die maan die je weg kan schieten. Jij bent blauw. Ja, ja. Lichtblauw. Oké, ik ga even die enemy base af of wat aanvallen met mijn mini. Enemy contact. Aanvallen. Oh. Dat is normaal, joh. Gek. Oké, ik snap al waarom wij ineens zo weinig energy hebben. We delen energy. Oh. Allemaal? Ja. Heel team? Heel team. Ook heel oh, fuck. Ik kijk daar zo naar, hey, dit tab is nieuw. Shared energy, zoveel, de 100.000. Oh, fuck. Dat is best wel fucked up. jullie twee gaan een radar bouwen. Radar. Dan kan ik misschien zien waar die Pipo zit. Warning! Hey! Nuclear launch detected! Klootzak sloop om een. Nou, kijk, daar zit ze. Hier aanvallen die hap. No shit! Commander is base aan het verdedigen. Your commander is under attack! oh, really? Oké, hier zit hij dus. Aanvallen! Ja, kijk, daar is hij. Oeh, tering. Oké, het enige wat ik hoef te doen is een groot leger straks op afsturen en dan is hij dood. Mooi zo. Oh ja hoor, een beetje mijn workers aanvallen. Stoere boys. Zo. Maar waarom is dat ding? Oh. Ja. You just watch out mate, I'll punch you in the throat, I swear. Aanvallen die op. Oh nice. Zo, dat één. Focus op die commander, focus op zijn commander. Ja, die commander gaat dood. Die gaat kapot. Ja, daar blijft niks meer van over. Oké, ik kan nu alweer weggaan. Misschien bespaar ik dan nog wat troepen. Nee. Oh, die gaan allemaal kapot. Daar is niks van over. Nou, de hele planeet voor mezelf. Nice. Als het goed is, tenminste, ja, voor mij zit er maar stappen mee. Ja, of we kunnen ook naar die Milders planeet, dan kunnen we die laser activeren. Zeg maar. Ja. Ik denk eerder dat we het makkelijker met armies kunnen doen, maar die AI gaat daar ook heen. Ja. Ik ga even zo'n ding maken waarmee ik gevechtsdingen kan maken, zodat die tenminste beschermd is. Een ding maken om gevechtsdingen te maken? Ja. Bedoel je een orbital factory? Ja, dat is. Ah. Orbital factory. Oh. Ik heb zo'n advanced bomber, ja? Ja. Die is gewoon één dikke raket op één enemy scout. Letterlijk één enemy scout loopt aan. Boom. Ja. Oh, je wordt aangevallen door wit. Oh, daar komt de bom. Er vliegt hier weer iets over. Wat is dat? Dat is iets van groen.
Waarschijnlijk een fighter. Nee, het is een ander ding, maar hij gaat naar mijn planeet. Oeh, dat moet je me niet doen hoor. Insufficient metal, insufficient. Shut the fuck up. Echt hè? Tom. Ga mij niet les leren, joh. Groen, dat moet je nou niet that doen. That poor AA turret. Groen, dat moet je niet doen wat je aan het doen bent. Holy shit. Oh, er is een van onze allies gekild. Dat is paas. Ik heb het gevoel dat alle people's op deze planeet, waaronder ik, zometeen gekild gaan worden. Nee. Zorg dat je in de ruimte bent als je dan nog niet bent. Ja, dat wordt hem niet meer. Ah, wacht, ik stuur zo troepen naar je toe. Ik wou net zeggen, want er zitten 4 verschillende soorten enemy fighters boven mijn fighter base. En die fighter base is natuurlijk net gesloopt. Dan moet ik even naar een gasplaneet. Oh, er komt een heel bruin leger hier naartoe, joh. Maar ja, bruin wel bij ons. Maar dat is wel handig. Uh-oh. Oh, I'm dead. Yep, I'm dead. Nee. I have died it. Gozertjes van mij. Hij is wel helemaal gerekt. Maar ik stuur deze planeet, stuur ik straks gewoon naar de planeet toe waar de meeste enemies zitten. Ga ik zelf naar de leegste planeet. Zoiets, ik zie wel wat ik ga doen. Meer stroom krijgen in ieder geval. Oké, dus we raken zo meteen weer een ally kwijt. Shit. Dat is niet goed. Nope. Nou, gewoon het gaat niet goed, is de understatement van de eeuw. Ik ga zo gewoon een nieuw programma beginnen en dan. Het gaat echt niet goed. Maar ja, Bruin is wel goed bezig in ieder geval. Ja, Bruin zijn de enige die nog over zijn. Die Bruin en ik zijn goed bezig. Ja, voor de rest is het gewoon niet meer. Maar moet ik zo vaak hem zien? Ik kijk naar die gasplaneet, ik zie opeens allemaal dingen tevoorschijn komen. Nee, dat is die lavaplaneet die door mijn camera heen gaat. What the fuck, wat gebeurt hier nou weer? Oh, wat is dit? Oké. 3 keer raden waar Bruin is geland. En waar wit ook al is. Laser. Yep. Ja. Kom op Bruin, je kunt het. Unofficial metal, hou je weg. Ik heb gewoon geen... Als je snel bent en je daar een portal kan krijgen, dan kun je hem nu controleren en vuren. Dat lijkt me ook een mooi. Weet je, dat ga ik ook gewoon doen. Zo. Dat is ook geen klein leger. Nee, dat is helft. Als je die commander van wit kan rekken, dan is hij doomed. dan zijn ze allemaal doomed, want de rest zit op één planeet. Ja, maar ik ga gelijk gewoon builders ook erop zetten en ga ik bezig met dat gigantische laser ding. Je moet je commander wel killen, want anders gaat hij straks swarmen. Ja, weet je, ik stuur gewoon een lege stuk in naartoe. Hopelijk wel, ja. Wat zou er gebeuren als je met dit ding de zon raakt? Ja, dat zou wel gewoon geweldig zijn. Dat is pech, zon weg. Ja, gewoon hele stelsel kapot. Shit. Oh. Ja, ik zie hem. Oh, de helft van zijn levens, die gaat kapot. Ja, daar blijft niks meer van over. Ik zou rennen als ik jou was, meneer. Oh nee, blijf maar lekker staan. Eén zo'n defense door het. Haha, de kietont. Oh, poor turret. Oh, niet wegrennen jij. Hier komen jij. You ain't going nowhere. Nee, die gaat dood. Die gaat sowieso dood. Ja, daar blijft niks meer van over. Ik zou de rest van dat leger weghalen als ik jou was. Ja, dit gedeelte kan wel weg. Doei. Ja. Ja, dus wit is uitgeschakeld. Nou, dan ga ik gewoon beginnen met dat gedoe. Ja, nou heb je de hele metalen planeet voor jezelf. Maar... Bruin heeft allemaal shit bij een van die dingen neergezet, waardoor ik die catalyst daar niet kan bouwen. Handig, Bruin. Probeer eens attack move te doen. Als het goed is kun je het dan slopen. Hun dingen? Ja, A en dan ergens op klikken. Nee, ik kan dat van hun niet slopen. Misschien een nuke erop gooien? Ja, nuke erop. Hey, je staat in de weg.
Maak eerst die andere catalysts maar af. En dan die ene moet nuken, maar... Heb je je nuke ding al bijna... Oh, er is een roze pipo op je planeet geland. Oh. Where is he? Jullie gaan hier een catalyst bouwen. Oh, er is net een nuke gelaunched. Laat maar. Nee. Dat was een satellite. Nee, hoor. Attack, Prime. Wat ga jij attacken? Alweer als ik hem dan nu al uitschakel, echt gewoon fuck dat. Holy shit, kijk op die planeet al. Alle feiten zijn er nu. Oh, er is een nuke. Waarom? Ja, dat is mijn nuke. Ah. Dat is goed, ja, dat is mijn nuke. Die gaat naar de Beach Planet. Ah. Waar al die feiten staan. Oh, dikke epic space battle. Nog een groep feiten, jongen. Maar die zet ik even aan de kant. Ja, die nuke komt daar. Oh, Anton, please! Laatste catalyst. Death Star ready. Nou, daar gaat hij hoor. Pax Prime. Moet ik wel kijken naar de Pax Prime. Ik zit met een minimap op die planeet. Niet. Oh, heb ik view. Oh, oh. Reken neergehaald, alles joh. Achievement get. Dus, dat was, Schiet die rode planeet voor de grap nog even kapot. Ah, nee, nee, dat gaat niet. Oh. Go to main menu. Zo. Destruction. Dat was, Niks meer van over.